Ik durf daar wel over praten, ja. Dus niet dat ik daar zo angstig voor ben. Het is met sommige mensen, kun je er heel gemakkelijk mee praten. Maar met anderen denk ik dat dat moeilijk is. Vooral mensen die heel gevoelig zijn. Ik vind het eigenlijk ook wel zo rustgevender om er te kunnen over praten eigenlijk. Ik woon nu in Nairobi, hoofdstad van Kenia, op 500 meter van een kerkhof, een Afrikaans kerkhof. En ik zie mezelf daar liggen eigenlijk. Ik ben ook wel voorstander om de assen bij te houden. Het klinkt misschien heel eigenaardig, maar bijvoorbeeld in de vorm van een tennisbal, omdat ik toch heel veel getennist heb en zo. Wat ik het vooral over heb, en dan met mijn zoon, dat hij geen geld uitgeeft aan flamboyante begrafenissen en zo. Ik zeg dan tegen hem van, weet wat, voor mijn part steekt je mij een kartonnen doos, kan me al niet geven. En dan is hij zeer gechoqueerd. Ik heb al voor de begrafenis al heel veel dingen in mijn hoofd, wat ik echt zou willen, moet alleen nog op papier zetten voor de nabestaanden, dat ze niet al te veel werk hebben om te organiseren. Mijn ouders hebben dat nu ook gedaan, we hebben daarover gesproken. Ik vond dat wel belangrijk voor mij, om hun wensen te kennen. En het heeft ons heel dicht bij elkaar gebracht. Mijn moeder is overleden 2 jaar terug. Op wat men zegt een gezegende leeftijd, 84 jaar. En haar laatste woorden waren, het komt allemaal goed.